dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Intratuin Barneveld. We hebben weer een mooi pakket voor jullie samengesteld met de volgende dingen erin. Daar zit een bloemenpers in, er zitten raamstiften in en er zit een fotolijstje in en er zitten kleurplaten in. Ik ga jullie laten zien wat je hier voor leuke dingen mee kan maken. We gaan beginnen met de bloemenpers, hoe je ontzettend leuk bloemetjes kan drogen. Die bloemenpers die moeten we openmaken. Daar zitten kartonnetjes in. En tussen die kartonnetjes gaan we bloemetjes doen. Dus pluk even leuk wat bloemetjes. Misschien kan je even een klein wandelingetje maken op een plek waar het natuurlijk niet zo druk is, dat je wat bloemetjes kan plukken. Of misschien hebben jullie nog wat bloemetjes in de tuin. Dan pluk je alleen het bloemetje. De steeltjes hoeven er niet bij. In de pers zitten deze kartonnetjes en de bovenkant. Als je dan zorgt dat de bruine kanten daar moeten tussen. Dus niet het witte, de glimmende, maar de bruine kanten. En ik heb daarvoor kleine stukjes keukenrol geknipt. Ik heb één velletje doormidden geknipt. En die leg je op je kartonnetje. En dan leg je daar de bloemetjes op. Ik heb alvast bloemetjes geplukt. Die leg je dan op de kop, zo erop. En dan moet je goed kijken dat ze mooi verdeeld erop liggen. En dan doe je het tweede keukenrolletje hier overheen. En dan doe je dit stukje karton met de bruine kant dus hierop. En soms zijn de bloemetjes wat dikker, dan hoor je het bijna een beetje kraken. Maar dat geeft niet, want dan wordt hij heel mooi plat. Zo doe je dat ook tussen deze en ook tussen deze. Als je die allemaal gevuld hebt met de bloemetjes, dan doe je deze er weer op en dan draai je het heel stevig met deze schroeven aan. En dan moet je echt wel een paar nachtjes wachten voordat het goed droog is. Ik heb al een paar nachtjes gewacht. Ik had het al gemaakt om gelijk te kunnen laten zien hoe dat eruit ziet. En dat heb ik hier. Ik heb het ook nog niet gezien, dus het is voor mij ook nog spannend hoe het eruit ziet. Zo. Kijk, nou hebben we tussen die kartonnetjes, daar zitten de bloemetjes. Die zitten helemaal plat nu op het keukenrolletje, dus die moet je wel super voorzichtig eraf halen. Kijken of het lukt. Ja, kijk eens hoe mooi. Ze zijn helemaal mooi dun en plat. Helemaal glad gestreken, kijk. En nou ga ik jullie laten zien dat je daar een hele leuke kaart, bijvoorbeeld voor oma waar je nu niet naartoe kan, om die te maken met deze leuke bloemetjes. Dus als het, kijk even in je knutselkast, in de la, of je nog een leuk stukje karton hebt waar je een kaart van kan maken. En dan kan je daar heel leuk de bloemetjes opplakken en dan wat leuks erbij schrijven. Als je de bloemetjes erop plakt, is het wel handig dat je echt een lijmstift gebruikt met een klein beetje lijm. Niet een dikke klodder lijm neerleggen, want dan beschadig je de bloemetjes ermee. Ook kan je niet de bloemetjes insmeren met de lijm, want dan beschadig je ze. Dus je doet even een stukje lijm hierop, ongeveer de maat van je bloemetje. En dan plak je je bloemetje hier zo precies op. En dat, oh, dan heb ik hem al een beetje dubbel. Zo snel gaat dat. Zie? En dan plak je hem zo hierop. Kijk, zo wordt dat dan. Als je van die leuke letters die ik hier zo in het midden heb gedaan, als je die er ook op wil. Misschien kan je zelf al goed schrijven en anders kan je aan papa of mama vragen of ze voor jou schrijven. Even met een stift die niet een te donkere kleur heeft. Als je daar bijvoorbeeld, in dit geval schrijf ik even lieve, van lieve oma. Als je dat de woord ermee schrijft, dan zie je dat nu helemaal niet zo goed. Maar als je daar met een stift langs gaat, dus dat je de buitenlijntjes helemaal omtrekt, dan wordt dat woord heel mooi en dan kan je het heel goed zien. Ik zal even één letter voor jullie doen. Zo kan je echt op een leuke manier mooie woorden schrijven die je leuk kan zien. Kijk, zo komt dat er dan uit te zien. Zo kan je een superleuke kaart maken, maar je kan ook
wat maken voor in je schilderijlijstje. Of nou noem het maar op, je kan zoveel leuke dingen maken met deze bloemenpers. En je kan hem iedere keer opnieuw weer vullen. Je kunt hem iedere keer opnieuw gebruiken. Dus daar heb je vast heel lang veel plezier van. Het fotolijstje wat er ook bij zit, daar kan je dus ook die gedroogde bloemetjes in doen. Maar wat ik ermee heb gedaan is met de raamstiften heb ik er een leuke tekening op gemaakt. Dat ga ik jullie laten zien hoe ik dat doe. Halen we het achterkantje eruit. En het papiertje. En dan halen we ook het glas eruit. Zo. En die leg je op je kleurplaat. Er zit een kleurplaat bij van tulpen en van een beer. En dan leg je je glasplaatje precies op die tekening. En dan ga je met je stiften eromheen overtrekken. En ik heb hier leuke stippeltjes gebruikt en ik heb dit ingekleurd. Je kan het net zo doen, zo leuk je het wil maken. Mislukt het een klein beetje, geeft niks, want je kan het gewoon met een klein papiertje even zo wegvegen. En heb je eerst de bloemetjes gemaakt en hebben die een week gestaan en denk je, nu ga ik het beertje maken. Veeg je het gewoon eraf met een papiertje en dan ga je de andere maken. Dus zo kan je heel iets leuks ook maken in je schilderijlijstje. Als jullie gaan tekenen met de stiften, moet je er even op letten. Als je ze openmaakt, zijn ze natuurlijk nog helemaal nieuw. Heeft nog niemand mee gekleurd. Dan moet je hem even op een stukje papier, waar je het even kan testen, moet je dat puntje goed indrukken. Doe je even schudden met je stift en even goed indrukken. Dat duurt eventjes voordat er goed de verf op het puntje zit. Dan zie je ook dat het puntje groen is geworden. En dan kan je gaan tekenen. Probeer zo te tekenen dat je aan die kant begint en dat je hand iedere keer daarheen gaat. Als je steeds met je hand over het tekenwerk heen gaat, dan veeg je het misschien uit. Dat zou jammer zijn. Als je dan klaar bent met je tekening, kun je hem dus weer in je fotolijstje doen. Ik heb ervoor gekozen om de achterkant er niet op te doen. Dat kan natuurlijk wel. Als je een witte achterkant liever erachter wil, dat kan. Dan komt hij er zo uit te zien. Ik heb de achterkant niet gebruikt, want als je nog een leuke kaart wil maken met die gedroogde bloemetjes, kun je hem zo precies je kaart tegen dat achterkantje los aanzetten. Dus dan kan je hem op die manier toch nog de achterkant weer gebruiken. Nou, ik denk dat jullie hier wel super leuk mee kunnen gaan knutselen en ook mensen mee kunnen blij maken. En dat is natuurlijk sowieso heel erg leuk. Bedankt weer voor het kijken van deze video en tot de volgende keer. Doeg!